De Creoolse uitvaart is een traditionele uitvaart met diverse vaste rituelen. Een belangrijke rol bij alle rituelen is weggelegd voor zowel de dragersgroep die de overledene naar het graf draagt, als voor de wasgroep die de overledene zal verzorgen. Als iemand is overleden, wordt hij of zij door de uitvaartverzorger naar een aflegruimte gebracht. De leden van de wasgroep komen zingend en dansend naar de overledene voor ze beginnen met de bewassing. Voordat wij een aanvang gaan maken met de werkzaamheden, gaan wij altijd in het gebed. We gaan de Heer danken en we gaan de Heer prijzen en hem om kracht vragen. En dan gaan wij meestal bij het hoofdeind in gebed. Namelijk een gewoon normaal christelijk gebed. En als je weet, ja, zet je je hoed af als je gaat bidden. En dan gaan we in gebed. Wanneer we in gebed klaar zijn, wordt er een aanvang gemaakt met de werkzaamheden. Voordat de leden van de wasgroep kunnen beginnen aan de bewassing, wassen zij hun handen op traditionele wijze. Als de bewassing klaar is, wast men de handen nog een keer en doet men de waskleding al zingend uit. Daarna danken de leden elkaar en gaat men met de overledene naar de aula, waar de familie bij de overledene kan zijn. Op de dag van de begrafenis is er een belangrijke rol weggelegd voor de dragersgroep. Na de plechtigheid brengen zij de overledene al zingend en dansend naar het graf. Bij ons vieren wij het leven van de mens, die geleefd heeft. En we vieren ook het einde van de mens. Vandaar dat wij altijd plezier hebben naar het graf. We dansen naar het graf toe. En we doen alles naar het graf toe. Zodat de mens en de medestaanders en de nabestaanden kunnen voelen. Zeg, nu is het einde aangebroken. Het is afgelopen en het is uit. We zien hem of we zien haar nu niet meer. Vandaar dat we altijd met alle show en alle fanfares naar het graf toe dansen. De Surinaamse gemeenschap in het westen van Nederland kan voor een echte traditionele Creoolse uitvaart terecht bij Meehuis Uitvaartzorg.
Menes Uitvaartzorg heeft veel ervaring in multiculturele uitvaarten. Dat zijn niet zozeer alleen de Creoolse uitvaarten, maar ook de Hindoestaanse uitvaarten, Islamitische uitvaarten en Chinese uitvaarten, verdeeld in de Surinaamse gemeenschap. Door de jaren heen hebben we dat netwerk gelukkig op kunnen bouwen met onder andere Pacenti. En dat geeft ons de mogelijkheid om dieper in te kunnen gaan op de zaken, doordat we weten wat er speelt binnen de gemeenschap, in dit geval binnen de Creoolse gemeenschap. En dan wordt het voor ons ook wat makkelijker om de regeling aan te gaan en dit soort zaken voor te stellen aan de familie. Yeah.